Sinds november vorig jaar is de verkoop van woontoren Smaak van start gegaan. Ondanks de overspannen woningmarkt staan er van de 79 woningen nog 30 woningen te koop. Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer heeft dit verschillende oorzaken. Nou ja, dat zie je vaak bij dit soort wat duurdere projecten. Dat kost tijd. En wat we ook wel zien is nu de hypotheekrente aan het oplopen is, dat er bij kopers, zeker van de wat duurdere appartementen, wat terughoudendheid ontstaat. De fors oplopende hypotheekrente zorgt volgens Boelhouwer voor onzekerheden in de markt, die zich vooral bij dit soort projecten laat zien. Ja, als je deze woning nu koopt, dat kost dan vaak wel weer anderhalf jaar voordat je erin bent en voordat je je vorige woning verkocht hebt. En mensen die hele dure appartementen kopen, ja, die hoeven niet te verhuizen. Kijk, voor een starter is dat vaak een ander verhaal. Die wil graag verhuizen, neemt ook wel risico's. Maar zeker in dit segment, ja, dat zijn doorstromers, die hoeven die risico's niet te nemen. Dus die worden sneller wat voorzichtiger. Dus op het moment dat de markt wat onzekerder wordt, wat minder goed zich ontwikkelt, zie je het altijd aan de bovenkant, zie je dat beginnen. En daar komt bij dat met name de specifieke vraag naar woningen, die is eigenlijk het minst in de dure koopappartementen. Daar zie je, als je gewoon kijkt naar de woononderzoeken, daar zit gewoon de minste vraag ook. Dus ja, dan zie je ook dat daar het eerste, als er problemen gaan ontstaan, dat daar ontstaat. Voor een woning van 78 vierkante meter op de 13e verdieping betaal je in de woontoren van Smaak €425.000. Voor een woning van 111 vierkante meter betaal je al snel 6 ton. Volgens Boelhouwer is dat aan de prijzige kant. Nou, dat vind ik wel, ja. Dat zijn toch wel behoorlijk dure woningen. Ze liggen natuurlijk wel op een mooie locatie bij het station, dus dat biedt wel perspectief. Er zullen ook veel mensen uit Delft en Rotterdam, denk ik, op reageren. Maar dat is wel een duur segment, ja. Zeker in die regio, ja. Toch maakt makelaar Cindy van Veen zich geen zorgen over de verkoop. Als je de aanvragen ziet die dagelijks binnenkomen, dan heb ik het idee dat we gewoon op het goede prijsniveau zitten. Maar voor datzelfde geld kan je ook een woning in Rotterdam krijgen. Ja, maar ja, wie wil in Rotterdam wonen? Als je in Schiedam kan wonen. Ja, weet je, dit is ook het prijsniveau in Schiedam op dit moment. Want anders verkoop je ook niet al 70%. Uiteindelijk zal volgens Boelhouwer de markt moeten uitwijzen of de prijzen van de woningen te hoog zijn. Als je natuurlijk in korte tijd veranderingen in de marktomstandigheden krijgt, ja, dan kan het zijn dat ze te hoog zijn. Dan hebben ze het verkeerd ingeschat. Maar normaal gesproken, vlak voordat de verkoop start, wordt dus een marktonderzoek gedaan door een makelaar. En op basis daarvan besluit dan de ontwikkelaar wat de prijzen zullen zijn. Naar verwachting zal de bouw van de woontoren rond het einde van dit jaar beginnen.